Een van de onderdelen van de subsidieaanvraag is de projectbegroting. Hiervoor gebruikt u het format op onze website. Als u het format opent, ziet u een aantal tabbladen. Het is belangrijk dat u eerst het tabblad Toelichting leest. Op dit tabblad staat hoe u de begroting moet invullen. U vindt hier ook informatie over de kosten waar u subsidie voor kunt krijgen en over de financiering. Als u dit heeft doorgelezen, vult u de begroting in. Ga naar het tabblad Penvoerder, deelnemer 1. Allereerst vult u de projectgegevens in. Deze gegevens hoeft u maar één keer in te vullen. We gaan nu de gegevens van een voorbeeldproject invullen. Een project mag maximaal vijf jaar duren. In dit voorbeeldproject is de rol van de onderzoeksorganisatie in fase 1 minimaal. Daarom kiest u Nee. In dit voorbeeldproject wordt uitgebreid gecommuniceerd en worden de resultaten bekendgemaakt. Daarom kiest u Ja. Daarna vult u de gegevens in van de deelnemers. Bent u Vennoot van VOF blij en voert u werkzaamheden uit voor het project? Dan kunt u kiezen voor de vaste uurtariefsystematiek. Als u de BTW kunt verrekenen, voert u de kosten op zonder BTW. In de grijze balk staan nu de subsidiepercentages voor fase 1 en 3. In dit geval is dat voor beide fases 60% van de kosten. Dan scrolt u omlaag en kunt u de kosten invullen. U moet een aantal gegevens invullen. Als u op de cellen gaat staan, ziet u extra informatie over de in te vullen gegevens. U begint met de investeringen die u afschrijft. Dit zijn kosten die horen bij de kostensoorten: apparatuur en uitrusting en gebouwen en gronden. Wij hebben alvast een aantal rijen ingevuld. We gaan nu een kostenpost toevoegen. U wilt de uitstoot van fijnstof verminderen, zoals u bij maatregel 7 uit het projectplan heeft beschreven. Daarom koopt u positieve ionisatie door middel van koolstofborsteltjes bij fijnstof weg. Dit valt onder apparatuur en uitrusting. Dan voert u de naam van het document in. U geeft aan op welke pagina van de offerte de kosten staan omschreven. Vervolgens vult u de rekentool V-houder in om de afschrijvingskosten te berekenen. Nu ziet u dat de subsidiabele kosten van deze investering... automatisch worden verdeeld over fase 1 en fase 3. Als u de kosten met afschrijving heeft ingevuld... Gaat u verder met de kosten zonder afschrijving? Dit zijn personeelskosten, contractonderzoek en algemene kosten. We hebben alvast een aantal rijen ingevuld en we gaan nu een rij toevoegen. De veehouder gaat tijdens fase 1 van het project zelf werkzaamheden verrichten en rekent voor deze personeelskosten een bedrag van 46.800 euro. Als u alle kosten heeft ingevuld, dan ziet u, als u naar beneden scrolt, het voorlopige subsidiebedrag voor fase 1 en voor fase 3. In totaal is dat 379.380 euro. Dat betekent dat u zelf nog 252.920 euro moet financieren. Hoe u dat regelt, vult u in. Bij financiering eigen aandeel. U moet hier een aantal gegevens invullen. Als u op de cellen gaat staan, ziet u extra informatie over de in te vullen gegevens. In dit voorbeeld financiert u de overige kosten uit eigen vermogen. U kiest eigen middelen en noemt het document waaruit blijkt dat u voldoende eigen vermogen heeft. Daarna vult u het bedrag in. In dit geval 252.920 euro. Dit bedrag is samen met de voorlopige subsidie voldoende om alle kosten van deze deelnemer te betalen. U kunt tot slot nog een toelichting geven. Daarna gaat u verder met de kosten van de andere deelnemers. Als u klaar bent. Ziet u op tabblad Subsidieaanvraag het voorlopige subsidiebedrag voor het totale project?